Er is iets nieuws in Nederland en wel het vijfdaagse weerbericht. Het blijkt namelijk mogelijk te zijn vijf dagen van tevoren vast te stellen wat voor weer het zal wezen. De nauwkeurigheid is minder dan bij een voorspelling op korte termijn, maar toch bruikbaar. De gevolgen hiervan zijn heel merkwaardig en niet alleen maar gunstig. De vooruitgang van de meteorologie is in dit opzicht te vergelijken met de vooruitgang in de medische wetenschap. Vroeger had je pijn in je buik, je maakte je ongerust, je ging naar de dokter, de dokter mompelde iets. En je bent weer beter of je ging dood. Tegenwoordig heb je pijn in je buik, je maakt je ongerust, de artsen onderzoeken je en stellen vast dat het niets is of dat je nog enkele maanden te leven hebt. En met die wetenschap moet je dan nog enkele maanden leven. Je hebt meer zekerheid dan vroeger, maar het is de vraag wat beter is. Zo is het ook een beetje met die nieuwe weersvoorspelling. Met Pinkster ben ik wezen zeilen. Alsmeer, Amsterdam, Durgerdam, Enkhuizen, Stavoren, Sloten, Blokzeil, Ketelmeer, Revenbos, dat bestaat echt het Revenbos, kijk maar op de kaart. Harderwijk. We hadden weinig zon, af en toe regen en steeds windkracht 6, zodat we goed bruin werden en flink opschoten. Maar toch hadden we graag een stukje willen zeilen met minder wind en meer zon en warmte. Iedere dag luisterden we naar het weerbericht en iedere dag werd ons voor de volgende dag windkracht 6 en bewolking en een beetje regen voorspeld, en voor de daaropvolgende dag windkracht 4, zonneschijn en 20 graden. Die voorspelling, die iedere dag in ongeveer dezelfde bewoordingen herhaald werd, schoof de hele week de zwakke wind en de zonneschijn voor ons uit. En elke dag opnieuw verheugden we ons op het mooie weer dat overmorgen zou komen. Zo'n voorspelling is leuk, het geeft je iets om naartoe te leven. Iedere dag zeiden we tegen elkaar: morgen nog windkracht 6 en 12 graden, maar overmorgen gooien we het rif uit het zeil en gaat de lange onderbroek uit. Maar gesteld. Je gaat een week met vakantie en het is slecht weer. En al op dinsdag vertellen ze je dat het tot en met zaterdag slecht weer blijft. De kans op mooi weer, de hoop op mooi weer, die al zo menige vakantie voor totale mislukking behoed heeft, is je ontnomen dankzij de vooruitgang van de wetenschap. De meeste mensen kunnen trouwens van het weerbericht weinig navertellen. Dat is vastgesteld door een psycholoog van het instituut voor zintuigelijke fysiologie in Soesterberg. Hij is langs de huizen gegaan en die heeft de mensen ondervraagd. Ze hadden allemaal het weerbericht gehoord en de meesten hadden er niets van onthouden. Ze konden niet vertellen wat het weerbericht gezegd had. Die psycholoog schijnt er nogal verbaasd over te zijn geweest. Hij wist blijkbaar heel weinig over de menselijke psyche. Het is nu eenmaal zo dat als je iemand iets laat lezen of hem iets vertelt, dat die iemand dan in de meeste gevallen niet in staat is die mededeling met enige graad van nauwkeurigheid te herhalen. Iedereen die stukken schrijft in de krant of voor radio of televisie optreedt, weet dat. De helft of ik denk wel meer dan de helft van de reacties die je krijgt die reageren met instemming of met afkeer op dingen die je meestal helemaal niet geschreven of gezegd hebt. Dat de mensen het weerbericht niet kunnen navertellen komt omdat de mensen in het algemeen geen enkele samenhangende mededeling kunnen navertellen. Het ligt niet aan het weerbericht, maar die psycholoog denkt dat het wel aan het weerbericht ligt. En hij denkt, kon je laatst in de kranten lezen dat het komt omdat er te veel moeilijke woorden in het weerbericht voorkomen. Nou zijn er inderdaad nogal wat woorden die alleen maar in het weerbericht optreden. Of alleen maar in het weerbericht en in het spraakgebruik van de betere kringen, zoals depressie. Een woord als uiteenlopend komt geloof ik alleen in het weerbericht voor. Je hoort nooit iemand zeggen dat hij uiteenlopende boeken gelezen heeft of dat hij de laatste weken uiteenlopende wijnen heeft gedronken. Uiteenlopend komt alleen maar voor in de zin zwakke wind uit uiteenlopende richtingen. Dat geldt ook voor woorden als betrokken of aanwakkerend. Trouwens, zelfs een woord als krachtig komt buiten het weerbericht zelden voor. Af en toe spreekt iemand over een krachtige soep of laat iemand een krachtige vloek. Of er wordt gezegd dat wij de regering een krachtig halt moeten toeroepen, maar dat is ongeveer alles. Maar zoals iedere dag hoor je in het weerbericht spreken over krachtige wind. Maar hoe ongewoon die woorden ook zijn buiten het weerbericht, dat wil helemaal nog niet zeggen dat het publiek niet zou weten wat die woorden betekenen. Ik heb de indruk dat de mensen heus wel weten wat zwakke tot matige aan de kusten op het IJsselmeer af en toe tot krachtig aanwakkerende wind is. En de mensen die die woorden niet begrijpen, die kun je de betekenis ervan ook niet op een andere manier aan het verstand brengen, geloof ik. Die psycholoog van het instituut denkt dat als je nou maar woorden gebruikt als blauwe lucht, lekker, miserig, dat de mensen dat dan beter zullen begrijpen dan opklaringen, droog en zonnig of zwaar bewolkt tot betrokken met af en toe moedregen. Ik geloof niet dat die psycholoog gelijk heeft.